Hoe was de aanloop naar dit boek? Dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Hè? Na dat eerste boek hebben we de eerste 3 jaar hebben we nooit over een deel 2 gehad. Op een gegeven moment kwam er interesse om een film te maken over dat eerste boek. Dat project is toen langzaam veranderd in een televisieserie. Dat was eigenlijk al in kannen en kruiken. Er zou er komen, een driedelige serie. Dat werd op het allerlaatste moment afgeblazen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat we dat allebei best wel zonde vonden. En toen zeiden we tegen elkaar, het is jammer dat het niet gelukt is. Want er is ook nog in de afgelopen 4 jaar heel veel gebeurd. En zo gingen we een beetje praten. En toen kwamen we eigenlijk, ik weet niet of ik het nou zei of Wim het zei, van... Nou ja, als het dan niet op film wordt vastgelegd, dan moeten we misschien een keer weer op papier vastleggen. En zo begon heel langzaam dat idee te ontstaan voor een tweede boek. Toen we begonnen aan het avontuur, dat hele plan ontwikkelde, toen heb ik gezegd, oké, we gaan dat doen. Maar 1 ding, ik ga alles opschrijven. Dus ik wil 100% vrijheid hebben om op te schrijven wat ik wil. Dus als wij in Italië zijn en ik kom er na 3 dagen achter dat jij toch stiekem die hotelbar leeg drinkt. Dan zal ik je proberen tegen te houden, maar ik schrijf het ook in het boek. Weet je wel, ik ga het er niet uithalen. Ik ga het niks mooier maken dan het is. Nou, hij zei, daar heb je volledig gelijk in. En dat is heel makkelijk om dat te zeggen als hoofdpersoon. Maar hij heeft ook zijn woord gehouden. Ik mocht ook alles opschrijven. Hoe moeilijk is het om met Wim om te gaan? Nou, het is niet zo moeilijk. Hij heeft natuurlijk een gebruiksaanwijzing. Die is ongeveer zo dik als het telefoonboek van Amsterdam. Maar dat maakt hem ook wel interessant. En op de een of andere manier heb ik gemerkt de afgelopen jaren... dat ik zelf trek ook wel naar dat soort mensen... Kijk, René bijvoorbeeld is ook niet misschien de makkelijkste om mee om te gaan voor sommige mensen. Maar voor mij eigenlijk wel. En dat geldt ook voor Wim. Het zijn vrij excentrieke mensen. Ik ken niet veel ex-voetballers die op Wim Kieft lijken. Ik vind hem in heel veel dingen heel erg atypisch voor de ex-voetballer. En dat maakt hem voor mij interessant als object. Om het maar even oneerbiedig te zeggen als onderwerp voor een boek. En nu voor jezelf, wat wordt jouw volgende project? Nou, 1 ding wat ik nog wel heel graag zou willen en waarvan ik ook wel vind dat het er tijd voor wordt is... Ik zou wel eens een keer een boek willen maken over een ex-voetballer die onthult hoe het is om als homoseksueel je staande te houden in de voetbalstadions. Hè? En ik weet dat ze er zijn en ik snap ook heel goed dat ze hun mond houden. En ik begrijp die druk heel goed die erop ligt, dat taboe. Maar aan de andere kant, het is 2018. Het zou ontzettend mooi zijn als er 1 iemand opstaat en dat taboe doorbreekt. Maar die heb je niet al gevonden? Nee, ik heb hem nog niet gevonden. Maar ik vind ook niet dat je dat kan forceren. Kijk, je kan moeilijk iemand opbellen en zeggen van... ik heb een vermoeden, zullen we eens een keer gaan zitten? Dat moet uit iemand zelf komen. Dus, maar je zegt dit toch ook niet voor niets? Je hebt toch het gevoel dat dat erin zit? Nou, niet dat het erin zit, nee. Want er zijn helemaal geen aanwijzingen voor dat het erin zit. Want niemand heeft daar ooit zijn mond over open gedaan. Maar ik weet wel zeker dat ze er zijn.